Ja, Petro, ik ben in een soort van huwelijksbootje met jou gestapt. Hè? Ja, we zitten hier mooi op de Loosdrechtse plassen. We kijken naar het Witte Huis. Maar het Witte Huis heeft natuurlijk heel veel romantiek. Ik hoor bruidsparen erover, als dan stelletjes die willen gaan trouwen. Er is romantiek, er is van alles te doen. Maar wat is het precies? Jullie hebben een prijs gewonnen in 2012 en 2014 voor de mooiste trouwlocatie. Maar vertel jij het eens wat meer verder over. Het meest bijzondere is natuurlijk de plek. We zitten hier aan het water, aan de Loosdrechtse plassen. De ceremonie kijkt ook uit over de Loosdrechtse plassen. Dus we doen heel veel ceremonies buiten op het gras hier achter me. Is het iets minder weer, dan kunnen we ook naar binnen toe gaan. Maar je blijft het fantastische uitzicht houden. En dat is natuurlijk uniek in Nederland. Als ik nou zo'n bruidje ben, hè, of een nieuw bruidspaar, wat kun je verwachten op zo'n dag? Hoe ziet zo'n trouwdag bij jullie, bij het Witte Huis eruit? Nou, zo'n trouwdag begint natuurlijk met het sluiten van het wettelijk huwelijk en daarmee de aankomst. En dat is ja, wat wel heel, op heel veel bijzondere manieren kan bij het Witte Huis. Dus we zien heel veel dat de daggasten als eerste aankomen. Die parkeren netjes aan de voorkant, lopen lekker de tuin in, krijgen wat te drinken. En dan is het wachten eigenlijk totdat het bruidspaar arriveert. We zien vaak dat de bruidegom met een mooie auto de tuin in komt rijden en eigenlijk de gasten meeneemt naar het altaar. Nou, vervolgens zie je dat de bruid al dan niet met haar vader aankomt in een bootje zoals deze. Nou, dat is helemaal duidelijk, hè, over de romantiek en de trouwen. Maar nu ook, het is niet alleen trouwen. Ik hoor ook mensen voor bedrijven, zaken en feesten. En er wordt van alles hier gedaan op die plas. Daar wil ik wat meer over weten. Ja, maar ook natuurlijk voor de zakelijke markt is de tuin absoluut een trekpleister. We hebben heel veel borrels in de tuin, barbecues in de tuin. Maar er wordt ook wel vaker gevraagd om naast een zakelijke sessie ook voor een activiteit te zorgen. Ja. Dus daar gebruiken de Loosdrechtse plassen natuurlijk ook voor. Zeilwedstrijden hebben we georganiseerd. We hebben speedbootracen georganiseerd. We hebben sloepentochten, GPS-sloepentochten mogen verzorgen. Voor kleinere groepen, maar ook voor grotere groepen. Maar ook intiem met je groepje van 8 of 10 personen na een meeting het water op om daar een borrel te houden. Tijdens de rondvaart hier over de Loosdrechtse plassen varen we ook vaak door de Kalverstraat. Die hebben we ook hier op de Loosdrechtse plassen. Dus vind ik leuk om je even te laten zien, daar varen we nu even heen. Oh, leuk! Dat ging loeihard, maar zo leuk. Maar waar heb je me naartoe gebracht? Wat is dit voor activiteit? Ja, we zijn met deze vrouwtje Lido met 70 km per uur naar de Kalverstraat gevaren. Het is een prachtig stukje natuur hier aan de Loosdrechtse plas met allemaal mooie vakantiewoningen eraan. Zomer staat het hier prachtig in de bloei en dan varen we er altijd wel even doorheen met een sloep, met het bruidspaar of met het zakelijke gezelschap. Ja, prachtig varen. Petro, hartstikke bedankt. Ik heb ervan genoten en degene die met jou gevaren, die gaan ook genieten.